Goedendag. Goedendag. Allemaal goed? Ja, met wel. Ja. Wij zijn om ochtend te fietsen. Welkom. Ochtendfietsen. Om 1 uur 's middags. Hoppa, sluit je de fiets gewoon. Omhouden. 3. Wat is allemaal nodig voor een onderhoud? Ja, olie. Heel belangrijk. Olie. Een veel te grote luchtveld. Oh, niet goed, hoor. Wat zei hij? Staat erop, 3. Dieselfilter. Dat is alleen voor een diesel nodig. Dat is goed. Oliefilter. Oliefilter en... Ja, dat weet ik niet. Een luchtfilter, 3. Een filter, air. Waarom heb je geen walse filter? De mig is die waarschijnlijk helemaal zwart. Waarom heb je geen... Om Daan te sponsoren. Oké. Okay. Oké, en waar hebben we nog nodig, 3? Een auto. Dat valt altijd wel enig. Zal ik hem eens even gaan halen? Ja. Oei. Nee. Toch? Ja. Ah. Titi. Zo dik. Dat is maar een vierslijner. Misschien moet er wel licht zorgen. Grapje. Zet de achterin. Zit er iets? Oh, je zit nu op die camera. Ja. Tip top in orde. De meeste beginnen toch met olie af te halen. Wat moet je ook doen als je olie... Olie gaat aflaten. Of oliefilter los dragen. Anders blijft er olie in. En dan laat het veel olie in op. Dat is principe. De... Dus zo een beetje mooi zetten. Ja. 4x4. Magie. Hier doe je er allemaal in. En dan draai je dat om. En dat valt niet. Heb je iets op te zeggen? Nee. Nee, nee. Er is eigenlijk niks op te zeggen. Dan heb ik er weer 2 en dan. Ga ik nou houden nu, hè? Voor wat heb je dat nodig? En dat is om een. Een olieopvangbak. Oké. Okay. Olie aflaten, dus een stofje onder een auto. Meestal is het op 17. Dan kan je nou eerst een lamp halen, anders zie je het. Ja, hallo. Dus 3, als je de olie afhaalt. Je moet ook even de oliefilter losmaken. Zodat alle olie die daarin zit er ook uit komt. Goed opletten, hè? Volgende keer moet jij dat doen. Met welke auto? Er staat heel toevallig nu een auto buiten die een onderhoud nodig heeft. Ah, ja. Niet zeker een half jaar geleden ook al. Ja, die ja. Het is geen auto van mij, eigenlijk. En ook niet van mij. Zo is hij, hier is het ding. Ja, dat is mooi. We gaan wel even half laten zitten, want onze bak staat er nu onder. Nee. Ik zal mijn lamp doen open. En dan wel eens schoon in trekken. Nu al? Wel een beetje. Oh, pas op, dat is echt dom. Zullen we ook iets laten doen? Nee. Anders gebeurt het toch nee, niet. Nee, dat gaat niet gebeuren. De luchtfilter. Waar zit de luchtfilter? Ja. Ik zou het niet weten waar hem zit. Oh, een beetje overbelicht in elke cup. Dat is maar alleen mijn kleedjes fout. Nou, weet ik niet. Dat weet ik ook. Moet je die kabel uitdragen? Nee. Lipjes. Ja. Zit hier? Nee, dan moet je die zo. Zo.
En ik kan die eruit trekken. Oh, zie je er wel. Oh. Ja. Dat is dus een nieuwe man. Dat is een nieuwe. En dan is gewoon een bom in het. Zo. Ook altijd drie. Die bak zelf een beetje zuiver maken. Hè. Ja, daar blijft soms wel wat afval in zit. Wat afvalblaren en zo. Dus drie. De luchtfilter is eruit. Ja. En nu? Nu weer erin. Ik hoop dat de goeie is. Hij lijkt er toch al op. Waar is die oude? Hier is de oude. Wat? Ja, oude. Kun je het verschil zien? Nee. Hè? Nee, maar dat is wel hetzelfde. Deze is een beetje vuiler. Deze. Als, vooral de achterkant. Dat komt als je met een schone diesel rijdt. En die luchtfilter zit er allemaal nog niet lang in, hè? Waar? Niet? Ik vervang mijn luchtfilter regelmatig, omdat die een beetje goed naar binnen trekt. Zo. Drie is eigenlijk moeilijk zo'n ja, dat baas niet. Je moet er gewoon inleggen naar drie. Een beetje douwen, hè? Een beetje douwen. Een beetje aanduwen. Zit goed. Lekker niet klaar, klaar. Zo. Hier zit niks. Nee. Nee. Dat hebben we al gedaan. En nu in plaats van een weersupdate, een olieupdate. God, olieel. Hij lijkt nog een beetje. Wat maar lekker. We kunnen ondertussen al een interieurfilm doen. Je hebt het gevoel dat hij hier is zitten. Dat kleine ding. Kijk naar het deusje. Wind. Dat kan ik nu. Zo. Ja, dat kan wel eens, hè? Godverdomme. Kom maar eens uithalen. We kunnen een interieurfilter review doen. Oh, dan heb ik zo watje. Oh. Waar is de klant? Oh, een handleiding, hier zeg. Er zit gewoon alles bij. Ja, dat is waar. Zo zijn. Mint. Dus dit is een interieurfilter. Nou, wat doet iedereen? Ja, reinig de interieur. Filteren. Nee, gewoon naar buiten recht, naar binnen. Ja, dus je moet 6 boutjes losdraaien. Hierin, daarin, hier, hier, daar en raakt. Daarachterin. Dit is toch elk BMW model. En nee, dit is hetzelfde. Ik vind het wel een goed systeem eigenlijk. Ja, en hier als een handschoenenkistje. Mm-hmm. Hij valt nog wel mee, niet? Ja. Nu dat ding eruit krijgen. Zo, met die klepjes. Zie, precies als dat voor gemaakt is, voor het te wisselen. En dan komt hij er nog niet uit. Hangt hij achter in ergens vast. Het is gewoon trekken dan. Ja. Oh, dat is gewoon heel de filter al. Dat is misschien. Wat is een nieuwe verwisseling? Dit moet een verschil misschien. Waarom is zeer belangrijk? Waar is wel een nieuwe? Ik zou het niet weten. Dus die laatste erin. En dan deze instopt. Zo hoor. Ja, de eerste pen is van achterin. Echt niet? Zo. Zo dan. Klik. Klik. En nog eens. Dat is leuk. Zo. Die kan er weer op. Zou ik nog eens een live hack vertellen aan het begin? Als ik een houtje vasthouden, heb je al hacking hack op staan. Thanks voor de tip. Die neem ik mee naar huis. Nee, liever moment dat je mijn rakenjaak hier laat. Jammer. Ik heb nu al veel matig meer. Je hebt er toch 5. Ik
waarschijnlijk al meer zijn, jongens. Dat was het taal? Nee, schaak. Als die is het wel stuk. Minstens 5. Voor 4 doen we het niet. In de auto ligt gewoon wel in. Nee, dat meer dan 5. 1, 2, 3. Ja. 4, 5, 6, 7, 8. Hier ligt nog allemaal een heel groot plekje hier. Die is 20 meters. Dat is 9 zeker. Ja, ik ga niet meer op de zijde eigenlijk. Nee. Misschien nog een audio update. Zullen we nog eens gaan kijken met audio updates. Hij is heel langzaam aan het truppen. Het is eigenlijk gewoon klaar. Dus terwijl de olie nog aan het aflopen is, hebben we de luchtfilter en de interieurfilter nog weer aan. En nu gaan we de mooie brandstoffilter vervangen. Het ziet er wel fancy uit. Met het gaat gekomen. Dit is gewoon. Hij is een eindelijk lang ding, zal hè. Dus, oké, we gaan het doen, hè. Niet anders. Niet anders. Ik weet dat we een sleutel 13 nodig hebben. Dan moet je dat pakken, hè. En ik denk ook wel een schroevendraaier. Een plaat en een kruisje. Een plaat. Rood is plat. Blauw is kruis. Weer een live 5 bij. Brede lamp. Brede lamp. Hier. Ah, hier. Waar ik zie hem al. Waar de lamp? Ik heb hem vast. Waar hem eens? Ja, dat is geen meer. Hoe is het gegroeid? Hoor niet hoor. Dat blinkend ding. Dat is hem. Zo'n nieuwe die daarop zit. We have ice on the target. Die is los. En we gaan die er gewoon een beetje afpeuteren. Ik vind dat goed aan het gek. Nee. Nou had hij geen zin in. Boeit hem niks. Als hij wil blijven hangen, dan moet hij blijven hangen zijn. Maar. Zo. Ja, dat loopt altijd wel een beetje uit. Dus als iemand diesel wilt, gratis af te halen. Zo, en dan dit ding, ja, ik wil eerlijk zeggen, ik heb geen idee hoe dat los moet. Neem een filter. Nee, minder dan nou. Maar je kan wel gebruiken van. Volgens mij hierop. Hey, okay, dus, is het druk? Dan draait je hier die dingen los, die neugel. Ik hoop dat je iets ziet, weet je. Ja, maar ik ga er anders helemaal onder liggen. Oh. 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 Live nee, actie. Help. Zo. En dan moet dat ding los zien te krijgen. Moet ik even vasthouden? Ja, ik heb hem. Dat is draaien of wel? Ik weet het niet. Ik zie dat ding niet in de hand zitten. Oh, hier zeg. Dat zie je. Hier zit zo. Zie je dat? Ja. Zo'n ding. Dan moet je eruit trekken en dan. Denk. Zo ja. Oh. Laat maar gewoon met de olie lopen. Helemaal handen onder de diesel. Ja, 3. Voordat we die kunnen omzetten, wat moet de beugel lossen? De beugel lossen, moeten we op dat ding zetten. Er zit wel gas van maakt. Vast is vast. Zo. Bugeltje omgezet. Ja.
Die kunnen die eronder hangen. Okay. Ik kan gooien zeggen, man. Kent gooien, man. Kent gooien, man. Alles ligt nog onder de auto. Ja. Willy nog niet. Willy nog niet. Die zat hier, hè. Zo. Ja. Ik ga even draaien. Om mijn dikke pen vast. Ja. Is er iets goed? Nee. Zo, dan kan ik het weer vast. Nog een tiener in. Is het goed? Sweet. Verder gaat het niet meer. Maar heel belangrijk, niet vergeten dit ding. Ik zie niks, maar er is het geeks. Nog minder. Zo. Even checken of hier af gaat. Nee, niet blijft hangen. Zat hij dus niet dieper? Nee. Dan draai je de oude beugeltjes weg van het water. Trommen zijn betrokken. Zo. Die leiding er terug optjoepen. Hoe dat hier alles onder hangt. Niet dat hij nou nog niet is, maar... Zo. Dan je neemt... Was die goed. Zo. Zie je dat erin? Dan draai je die weer vast. Zo wel. Nee, ik weet niet als het vervelend voor je is. Nee, kan er mee leren. Oh. Dat is een beetje glaadjes door. Pas op voor mijn camera. Goed camera. Godverdoen. Piep. Zang dan met de camera. Zo, die draait vast. Ook check me. Vast ben. En dan hebben we dat ook weer gedaan. Altijd alles naar trekken zoals ik altijd zeg. Dat is 3. Ja. Ongeveer alles gedaan, hè. Alleen de oliefilter nog, voordat we olie kennen. Ja, we hebben in het begin hebben last gehad. Prachtige oliefilter. Dat doen we altijd. Een zaakje bij. Met, zeer belangrijk. Dichtingen. Dat is zeer belangrijk en zo. Zo. Eén dichting voor oliefilterhuis. En deze is ook zeer belangrijk. Yes. Je gaat rond uw bout die hier nog in vast zit, man. Zo, voor de afdichting van de oude kaarter. Anders. Ja, met de bout zit nu altijd vast. Otherwise, we hebben een big problem. Kijk, daar zit de oude ring. Die doe je gewoon weg en dan komt er nu weer. Maar eerst altijd een boutje aan. Before en after. Maakt het een beetje zuiver. Ja. Als je wilt zo. Ja. Het wel handig in de olie gelegen. Zo. Precies. Dus boutje, dekkingske er rond. Zo, die zit vast. Je kan het leuke werk te beginnen. Nu kan de olie er terug op. Ik moet nog één ding doen voor de olie erin kappen, hè? Ja. En dat is een oliefilter. Zo. Dit is de vuile. Oh, het rubber. En daar is de zuivering. Zie je geen verschil. Zo is hij. Dus. Dus. Dus, 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 dus. Duster. Inderdaad, ja. We hebben er een nieuwe dichting bij gekregen. Zie je, waarom die krijg je altijd vervangt? Hier zit. Je ziet er niet echt met de zwarte. Nee. Hier. Die is gecamoufleerd. De bovenste ring. Zet dat ding. Zo, hier is hij. Hier gaat de vuilbak in. En dan gaan we deze ring. Dan moet je altijd weer zo'n nieuwe ring doen. 3.
een beetje olie. Schop dat op neer, is nou olie gezien te afgehaald. Die zijn altijd eindig zo van jouw olie. Dan veeg je er zo een beetje van. Zo is een beetje nat is, dan dicht dat beter af. Dat zeg ik. Dat zeggen ze toch. Ik ga met nooit je tijd om het niet te doen. Dan ben je goed niet van plan eigenlijk. Dus, nieuw ringsje er rond. Filterje, dan maakt bij deze niet uit hoe die zit. Dus, die doen we er ook in. Dan hebben we hier een dop... Veul. Dop veul. Dop 32 nodig. En dan raak ik een jaak die ik krijg. Sorry, ik mag hem weer kwijt en raak een jaak even nodig. Die gaat hierin. Die draai je met de hand aan. Helemaal tot onder. Om te kijken of je nergens klemt. Want als hij klemt, dan zit hem niet goed. Oh, hier heb ik die haak in. Zo. Dupje 32. Ga je de haak op vast. En dan draai je die gewoon aan tot hij vanzelf stopt. 3. Waar moet de olie zitten als het goed is? Tot iets voor dat streepje. Ja, dat is iets. Daartussenin dan zeg ik altijd. Maar zeker niet er handig of te boven. Nee. Is ze dat goed of hè? Ja, zo te zien. Maar er zit nog wel niks in de filter. Ja, je moet nog altijd eens snel kijken als hij start en reed. Je moet nog eens de olie kijken. Dus we kunnen altijd checken. Nee, er komt niks onderuit. Dus nu heb je heel even gedraaid. Maar kijk de olie. En kijk die olie noise naar. Uwe oele wel. Mijn oele. Altijd uw oele nakijken. Ik denk nee, gewoon zo lang. Dus gedicht en zuiver. Zo, die steekt de trui erin. Nou, mag nog wel een beetje bij. Het is ongeveer aan de helft. Van het magnum ding. Een kleitje. Even kijken. Die hou ik hier op. Tip die top. Nou ja, normaal zit hier een plastieke kap. Nou was ik eigenlijk ook een tank voor dat te mededelen. Een zeer mooie gepoetste. Die zit normaal hier zo. Maar ja, het ding zit alleen in de weg. En dat is geweest dus. En dan hoort er meer sound binnen. Beetje, maar niet veel. Huh? Ik gebruik het gewoon als tussenwandje. Om dingen te stockeren. Zo. Woep. Tussenwandje. De laatste keer. Zo, die zit weer goed. Nou, je onderhoud moet je ook de computer resetten. Steek daar sleutel in. Dan duwt je op je start-stop knop zonder een remmen te houden. Want anders start die. Dan wacht je even. Je hebt gewoon een onderhoudje nodig. Wacht dat alles weg is. Nou, hier dat klein knopje in. En dan komt er bij dit driehoekding uit. Zo. Nou, dat tekentje, dat olieding. En hier aan het stukje, zie je dat? Nee. Zwarte pakken. Hier zit zo het PC knopje. Als je wilt focussen, doet hij niet. Maar nu wel. Doe maar. Het is al terug een weegtree. Zo. Zo. Alles af. Knopje inhouden. Zo. Reset. Check.
Hou er even in, tot de klokje zo gedaan is. Ja. Klaar. En weer. 23.000 kilometer. 12.2020. Ik denk dat we er toch al eerder aan gaan zitten. Zo, hé. Ik niet. Dan gaan we weer een. Een nieuwe. Is weer gezuur als nieuw. Voelde we een andere olie? Ja, ja. Dat voelde. Zo doe je een onderhoud op een BMW 335D van 2009 LCI. Maar is hetzelfde als een gewone E90? Eigenlijk hetzelfde als elke auto. Filter is vervangen, olie vervangen. Alleen de filter zit op andere plaatsen soms. Ja. Tree. We zijn klaar. Het is gedaan. Het is gedaan. Dus ja. Deze week weer. Dus. Like. En subscribe. En reageer. Nou, dat hoeft niet te zeggen. Dat mag, hè. Allee. De batterij is plat, dus dat is goed getimed. Zij hebben een huisje aan. Ja. Hallo.